Goedemiddag, we zijn weer terug bij Cultuur in Actie. Het ene laatste deel van de laatste dag. Het is tot nu toe een doorslaand succes. Maar ik moet nog maar zien hoe dat de komende 4 uur gaat. Want dan zit ik hier aan het roer. Mijn naam is Hanneke Groenteman. En ik ben eigenlijk geen maker. Maar ik ben wel een van de hartstochtelijkste bezoekers van cultuuruitingen. Vooral theater, muziek, film. En dus ik mis ook een hoop, maar nog lang niet zoveel als de gasten die ik zo dadelijk allemaal hier aan tafel krijg. En die u ook voor een deel zult horen optreden. Het is een prachtige actie. Op dit moment hebben al 603.511 mensen ondertekend dat ze met alle aandrang de overheid willen pressen om eens wat meer aandacht en vooral geld te besteden aan de cultuur. En deze actie geeft dat op de allermooiste manier weer. Aan tafel zitten nu, en dat vind ik ontzettend leuk, want ik ken in ieder geval haar al heel lang, Henriette Tol. Hi. Uit Westerwind of zo, waar ken ik eigenlijk van? Of uit Pleidooi? Ja, ja, uit... ja, ja. Enfin. Nou ja, je had me bijna kunnen kennen van de aanslag. Wat, daar gaan we het zo over hebben. We stonden bijna in de aanslag. Kunnen ja. kennen. Maar goed, een beroemd actrice. En haar partner, Rob Snoek, ja. acteur. Nee, ik ben decorontwerper, vormgever in televisie en theater. Ja, en wat was de laatste productie waar je aan hebt gewerkt die gewoon nog voor de oorlog heeft gespeeld, zal ik maar zeggen. Nou, het is nog niet lang geleden is het uitgezonden. Het Suikerfeest. Oh ja. Dat heb ik ontworpen en daar was ik bij. En het ging ook echt over, anderhalve meter afstand met elkaar werken in een studio. Ja. En het was wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ik was heel jaloers, dat begrijp je wel. Dat, want? Dat hij iets kon doen. Dat had ik ook toen ik hier binnenkwam, Hanneke. Ja. Ik schoot ontzettend vol. Want het is heel jammer, de mensen kunnen het niet zien. Maar ja. wij kijken hier naar heel veel mensen die hier in een hal op een vloer staan. En die zich ontzettend hard maken voor de cultuur. En ook het gevoel wat je als maker ook begrijpt dat je hier binnenkomt. En dat je denkt, maar dit is het dus. Dit is wat nu allemaal stil ligt. Al deze mensen die zo graag willen en die ook moeten. Want als wij niet meer de cultuur gaan bedienen, dan krijgen we zo'n enorme kaalslag. Want cultuur, dat betekent voedsel voor je hart. Dat betekent voedsel. Zuurstof voor je longen. Ja, alles. Ja. Want dan gaat er ook iets werken in mensen. Dan het ja, feit. Absoluut. Dat is belangrijk voor de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Als we nu niet in beweging blijven, en we moeten nu in beweging blijven om actie te voeren voor de cultuur, maar het is ook in beweging blijven met cultuur. Ja. En als mensen met cultuur in aanraking komen, dan komen ze in beweging. En door die beweging, hoop, ja, dat is hopen voor de toekomst. Want er komen ook heel veel mooie ideeën uit voort. En dat mensen samenkomen en misschien begrip voor elkaar gaan opbrengen. Tenminste, ja. Daar doe je het voor. Ja. Luister, Henriette, want je zei, je ziet hier al die activiteit en alsof het buiten niet een soort rare kaalslag is. Iedereen aan het werk. Maar jij was bezig met iets toen de bom viel. Ja, wij waren bezig met de try-outs voor het toneelstuk De Aanslag. En wij waren om 3 uur kwamen bij elkaar om in het busje te stappen. En toen hoorden we dus, het gaat niet door, je kunt het niet. Wat gingen jullie in het busje? Nou ja, we gaan met een busje dan naar het theater toe. Naar een try-out of zo? Ja, naar een try-out. En we zouden 4 dagen later zouden wij de première hebben. De première is nog niet geweest. 4 dagen later zou je de première hebben? Maar er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Want we willen nog steeds in première gaan. Dat moet natuurlijk ook een keer gebeuren in de toekomst. Ook al is het over 1 jaar of over 2 jaar. Maar dan moeten er wel plekken zijn. En dat moet er dan wel nog. Theaters nog bestaan. Ja, en die kleine. Er wordt natuurlijk heel veel gesubsidieerd. Maar er moet natuurlijk ook heel veel gaan naar de vrije producent. En als die er want niet jullie meer zijn een vrije productie natuurlijk. Ja. Welke producent? Bos Theaterproducties. Bos Theaterproducties, die heeft er een hoop. Ja. En weet je nog precies
wat er gebeurde op het moment dat jullie het hoorden. Hoe zaten jullie en wat deden jullie? We waren lam geslagen. In dat busje al? Nee, want we waren er nog niet in. En er waren een aantal van ons die kwamen vanuit een andere plek. Zouden die naar het theater gaan. En ja, je had ook iets van, we moeten heel snel contact met elkaar hebben. Alsof je... Je voelde, er is iets vreselijks gebeurd. Er is iets gebeurd en we moeten contact houden. Hoe gaat het met je en waar ben je? En we hebben nog heel veel contact met elkaar via de app. We zoomen ook met de mensen van de productie. Want het is... Maar de hele voorstelling was eigenlijk al klaar. Ja. Ja. Is het de aanslag van Harry Mulisch? Ja. Van Harry Mulisch, ja. Bedoel ik. Ja. We hebben er wel een hoorspel gemaakt. En dat is op 4 mei uitgezonden. Maar dan word je ook weer met je neus op de feiten gedrukt. Dat je denkt, ja, maar toneel is nodig om in contact te zijn met het publiek. En die hoorspel was opgenomen in de Lamar. Ja, in de Lamar. En dat vond je ook al heel erg bijzonder. Ja, dat was ook heel gek dat je dan... Dan kom je daar binnen via de artiesteningang en dan ga je naar boven. En we hebben daar op het podium van de Mary Dresselhuis zaal, hebben we dat opgenomen. En dan kijk je een zaal in en die is helemaal leeg. En dat is zo verdrietig. Wat is daar verdrietig? Nou, omdat je denkt, ik behoor hier op het toneel te zijn en daar behoren mensen te zijn die... Want het mooie is van het toneel, we maken als volwassenen maken we een afspraak. Wij op het toneel gaan doen alsof, maar al die mensen in de zaal, die gaan ook met jou mee. Die doen ook alsof jij dat bent. Ja. Dus dat hele mooie wat ons vak is, ontstaat niet op dat moment. Maar dat is voor jou natuurlijk anders. Ja, absoluut. Bij jou ontstaat het op een ander moment. Ja, het ontstaat inderdaad bij mij op een ander moment. Ik doe ook heel veel televisie en ik was met een nieuw programma bezig. We waren nog een paar dagen voordat het eigenlijk het doek viel. Daar waren we naar een locatie wezen kijken met een heel team. En hadden besloten om het ook daar te doen. Er was voor mij heel veel werk. Ik kan er zelf niet kan niet zeggen wat voor programma het was, want het is allemaal nog geheim. Maar het gaat wel door. Nou, we hebben nog niet zo lang geleden heb ik te horen gekregen dat het wel doorgaat, maar waarschijnlijk wordt het januari of februari volgend jaar. Want het is een programma met heel veel publiek en heel veel families. En dat kan niet. Publiek en families? Ja. Gewoon heel nieuwsgierig. Nou ja, publiek. Dat is gewoon die mensen gewoon. Mensen die meedoen. Het publiek is gewoon om te kijken en families van de kandidaten, die zitten dan ook in de zaal en die horen er echt bij. Dat is echt wel een belangrijke... En doe jij dan de setdressing of maak je... Nee, ik ontwerp dan decor en ik bepaal hoe het eruit komt te zien qua interieur. Goed, on hold jij. Hè, dat gaat door. Maar dat gaat door, maar dat hopen we. De aanslag gaat door als er plekken zijn om te spelen. Ja, dat is het enige om jezelf ook overeind te houden. Dat je denkt, ik laat me niet kisten. Het gaat gewoon door. Dit is misschien... Ja, je kijkt mij nu heel uitdagend aan. Maar hoe ga je dat dan doen? Nou ja, ik voel ook zoals... Hoe ik hier zit, voel ik ook dat ik een... denk ik, rustig maar. Maar ik voel dat ik gewoon borrel van binnen. Ja. Omdat ik denk, dit is een plek waar we actie voeren. En ik hoop zo dat mensen voelen dat er ontzettend veel mensen in onze sector, in de cultuursector zijn, die net zo staan te trappelen als wij. Omdat we houden van ons vak. En als je... Er moet geld komen naar ons. Want als dat niet gebeurt, dan ligt alles op zijn gat. Ja. Er zijn mensen die niet weten hoe ze... Een huur moeten betalen, gewoon. Hoe ze moeten leven. Ja. En tot slot, na dit vlammende betoog... Ja, sorry hoor. Nee, sorry. Dank je wel, zou ik zeggen. De afgelopen tijd zijn jullie goed doorgekomen op zich? In windstille rust? Ja. Ja, nou ja. Wanneer denken jullie dat de motor weer opgestart kan worden? Ik heb geen idee. Dat is afwachten en
Je hoopt aldoor hoop je iets te horen. En dat geldt ook voor de productiemaatschappijen. Dat je te horen krijgt van we mogen iets meer. Maar bijvoorbeeld de theatersector is niet geholpen. De vrije producenten zijn ook niet geholpen met 30 mensen in de zaal. En ook niet geholpen met 100 mensen in de zaal. Dat kan niet. Dat gaat niet. Nee, dus, maar iets dergelijks zal toch voor behoorlijk lange tijd nog het geval zijn. Ja, veel met elkaar blijven onderling contact houden. Blijven praten met elkaar, collega's bellen en of toch bij elkaar komen ergens in een, nu het weer kan, in een restaurantje zitten en praten van. Er moet nog iets anders kunnen. Weet je, er is nog wel een andere weg, denk ik altijd. Ja, maar er is niet een andere weg zonder dat er steun komt. Nee, die steun die is nodig. Jullie zijn hier om actie te voeren. Mm-hmm. Dat hebben we tot nu toe gedaan. Maar we kijken ook naar de cijfers. Mm-hmm. Namens hoeveel mensen gaan jullie een handtekening zetten? Jullie zijn met z'n tweeën, dus jullie mogen allebei. Ik ga natuurlijk in ieder geval een handtekening zetten voor alle mensen van de aanslag. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn er waarschijnlijk, ik denk wel 30. Ook de techniek en alles erbij, hè? Ja, en ik denk dat ik dan nog daaronder zit, want ik moet natuurlijk ook de mensen weer rekenen in alle theaters waar we niet komen. Daar komen de theatermensen zelf voor. Dus jij tekent voor 30. Ja. Rob. Ja, het is voor mij natuurlijk heel moeilijk. Je bent een eenpitter. Ik ben een eenpitter. Maar goed. Families die daar op de set zouden zijn. Ja. Nee hoor, je moet het eerlijk doen. Nee, nou, ik denk ook, dan heb ik het over een aantal collega's waar ik heel veel mee samenwerk. Hè, want ik moet een decor zonder laten maken. Zonder wie het niet kan, ja. Een stuk of 20 toch ook wel. Ik maak jou af voor 20 en ik maak jou af voor 30. Jullie mogen gaan tekenen. En dan is dit gesprek voorbij, maar niet voor altijd. Nee, zeker. Hoop jullie weer te zien. Absoluut. En heel veel sterkte. Dank je wel. Dank je wel, Anneke. Dankjewel.